Lembeek was een gemeente met een speciaal statuut. Het was dus een vrijstad, waar dus accijnsvrij kon gebrouwen en gestookt worden. En het is onder dat accijnsvrij regime dat speciaal bier, zoals Lambic, ontwikkeld werd. En zo heeft Lembeek ook zijn naam gegeven aan het bier. Het verhaal gaat terug tot de periode van de Franse Revolutie. Het brouwen en stoken werd door de Franse overheid verboden. Na verloop van tijd mocht er echter weer bier gebrouwen worden, maar Geneverstoken bleef verboden. Daarom gingen de stookactiviteiten in het geheim verder. Zo stond er eens in een verslag geschreven: L'alambic est encore chaud. In het Frans wil dat zeggen: het stooktoestel is nog warm. Maar je kan het natuurlijk ook vertalen als: de lambic is nog warm. Hè. En dat was eigenlijk de bedoeling. Men zaaide verwarring en door de controleurs om te kopen of nog ergere dingen mee te doen, kon men eigenlijk illegaal stoken en beweren dat men aan het brouwen was. Frank Boon zette zijn eerste stappen in de lambiekwereld in 1975 als geuzensteker en handelaar in streekbieren in Halle. Op deze wijze kon hij voldoende fondsen verzamelen om de geuzenstekerij van René de Vits over te nemen. Ik heb die zaak in Halle gestart in de overtuiging dat het mogelijk was om de bierstekerij van de Vits hier in Lembeek over te nemen. En de bierstekerij van de Vits was dus een heel oud bedrijf. Tot 1927 was het brouwerij. En René maakte een heel fijne geuze. In 1977 neemt hij effectief de geuzenstekerij van de Vits over en verhuist naar het nabijgelegen Lembeek. 12 jaar later werd de geuzenstekerij een lambiekbrouwerij. Het eerste Brouwse lambiek werd gebrouwen in 1990. Onze oude brouwzaal is een primitieve installatie die ons toeliet om bier te maken, maar die ook vele beperkingen inhield. Er zijn natuurlijk ook bepaalde regels, Europese regels, die we moeten naleven. Maar anderzijds is het voor ons ook belangrijk om het traditionele karakter van het bierbrouwen te behouden, maar toch te kunnen besparen op energie en op werkkracht. Het nieuwe brouwerijgebouw, dat in gebruik werd genomen in 2013, werd over de oude brouwerij gebouwd. Ondertussen is Brouwerij Boon de belangrijkste leverancier geworden van bord voor de geuzenstekers in de streek. Ik ben in de jaren 70 en begin jaren 80 zelf geuzensteker geweest. Ik weet dus hoe belangrijk dat een goede kwaliteit van bord, hoe belangrijk dat is voor de geuzensteker. Dus we vinden het als brouwerij belangrijk om bord te leveren aan de geuzenstekers. En we doen daarvoor ons best en voor sommigen maken we zelfs speciale brouwsels op hun specificaties. Ik vind het belangrijk dat wij die bedrijven ook mee ondersteunen, omdat ze de rijkdom uitmaken van ons geuzenlandschap. Ik denk, moesten de geuzenstekers de roerstok aan de wil gaan hangen, dat het een kaal landschap zou zijn, dan zou er veel plezier, veel geuzenplezier er niet meer zijn. Toen ik met de geuzenstekerij begon, zei mijn voorganger, meneer René de Vits, hij zei: het is spijtig dat je met geen voeders kunt werken, zei hij, want eigenlijk maak je de fijnste lambiek op voeders. Ik heb dat altijd onthouden. Telkens wanneer er een brouwerij sloot, heb ik getracht om die vaten te kopen. Hier zijn dus oude voeders van een viertal vroegere brouwerijen. En ik maak daar nog altijd fantastische geuzen mee. En andere voeders komen uit Calvados-bedrijven en ciderbedrijven uit Frankrijk. En dus in totaal zijn er hier 117 van die voeders voor een voorraad van meer dan 1 miljoen liters lambiek. Natuurlijk door het feit dat we zo ervan uitgaan dat om een goede fles geuze te maken alles uit eikenhout moet komen, dat we onszelf opleggen om een zeer grote voorraad lambiek te stockeren op eikenhout en op voeders dus. Op paasmaandag gaat in Lembeek reeds meer dan 700 jaar de paasprocessie ter ere van Sint Veroon uit. De kasdragers torsen het zware zilveren reliekschrijn op hun schouders langs de gemeentegrenzen. Goed voor zo'n tocht van 18 kilometer. De overlevering wil dat het dorp op die manier gevrijwaard wordt van allerlei onheil. De kasdragers worden beschermd door 4 regimenten in historische soldatenuniformen. In hun zog tronen ze een grote groep bedevaarders mee. Voor meer informatie betreffende de soldatenprocessie kan je terecht bij Toerisme Pajottenland Zennevallei.